Deze week opende wethouder Erik Lievers de vernieuwde kleedruimtes van voetbalclub Barbaros. Ze hebben er lang op moeten wachten, omdat FC Twente plannen had met het terrein. Toen die niet doorgingen, konden er eindelijk nieuwe douches geïnstalleerd worden en werd een nieuwe vloer gelegd. Secretaris Erkan Koskunzu is tevreden. Het ziet er uh, strak en goed uit. Zoals jullie zien: de nieuwe vloer, uh, nieuw sanitair en uh, een kleurtje erbij. Wat, wat schilderwerk, timmerwerk. Dus dat was behoorlijk wat uh, achterstallig werk. Toch heeft de club nog winsten. We komen wel uh, structureel uh, twee kleedkamers tekort. Want uh, als jij uh, drie uh, thuiswedstrijden hebt, dan uh, zijn onze spelers genoodzaak om zich om te kleden in, uh, in de bestuurskamer. Twee extra kleedkamers zou ons uh, behoorlijk uit de uh, brand helpen. Wethouder Erik Lievers gaat bij alle voetbalclubs een inventarisatie doen om te kijken welke clubs extra kleedkamers nodig hebben. Ik heb voor wat betreft de twee kleedkamers gezegd van nou we zijn op dit moment bezig met een onderzoek over heel Hengelo naar alle accommodaties. Waarbij we gaan kijken van hoeveel leden heeft een club, hoeveel teams, hoeveel velden hebben ze en past dat bij elkaar. En daar nemen we natuurlijk ook de kleedkamers in mee.